Goedemiddag allemaal, welkom bij de bibliotheek in Terneuzen. En welkom op de poëziemiddag. Deze activiteit wordt georganiseerd omdat het deze week de week van de poëzie is. En dat doen wij in samenwerking met het Dichtersgilde. Het Dichtersgilde Terneuzen bestaat uit Aukje Tjitske Dieleman, Hovinga, Erik van Laren, Ingeborg Haalboom, Peter Knipweijer, Ingo de Moor en André van de Veken. Het thema dit jaar is thuis en ik citeer de aankondiging op onze website, want die vond ik heel mooi. Dus het thema thuis. Het huis van de poëzie bestaat uit meer dan louter bakstenen. Dichters bouwen huizen uit herinneringen, geuren en kleuren. Ze beschrijven de huizen van onze jeugd en de straten van onze dromen. Ze schrijven hun gedichten op een hoekje van onze keukentafel en turen naar de schilderijen aan onze muren. De mooiste woorden ontspruiten vaak op de plek waar we ons het meest thuis voelen. Ik wens jullie een hele fijne middag. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, ik bijt spits af. En we hadden zo het idee om ook even te vertellen waarom je eigenlijk schrijft. En dat is eigenlijk heel simpel. Dat begint eigenlijk al in je jeugd. En in mijn geval was dat toch eigenlijk mijn tienertijd. Toen werd ik toch geraakt door gedichten, vooral van oudere dichters. In eerste instantie zelfs van dichters uit de 19e eeuw. En natuurlijk later ook dichters uit het begin van de 20e eeuw. Weer verder de 50ers met Kampert en een deel van zijn collega's, Schierbeek, Kouwenaar, Luchebert. En ja, dat is een soort passie geworden in de loop der jaren. En daar ga je eigenlijk vanzelf ook proberen om ook dingen onder woorden te brengen. En dat heb ik eigenlijk al gedaan vanaf mijn 16e, zeg maar, tot vandaag de dag. En ik heb een aantal bundels uitgegeven. Ik heb hier een paar liggen. En ik wil graag een paar gedichten voordragen die gelinkt zijn aan het thema thuis. En het eerste gedicht slaat er wel een beetje op. Het gedicht komt uit mijn bundel Op de huid van de ziel. Een bundel die ik een aantal jaren geleden heb uitgegeven. Ik herinner mij, mijn hart was toen een groot leeg hotel. De bedden nog onopgemaakt, ragfijn stof op de deurknoppen. Niemand die aanklopt. Leeg de lift naar hoger gelegen verdiepingen. Spiegels hangen verzonken in hun bespiegelingen. Iemand heeft de voordeur achter zich gesloten en de sleutel verloren. Alleen mijn geestesoog dwaalt doelloos rond in de holle kamers van mijn hart. En dit is een ode aan de stoel. Je stond klaar voor velen, als gewoon een goede plek om zitting te nemen. De benen te strekken, te stoeien met je poten en zich te verliezen in mijmeringen over de dingen die ons staande moeten houden. Zo'n 50 centimeter zwevend tussen plafond en vloer adem je lichter en lijkt de zwaarte van gedachten zijn punt te vinden ergens achter je rug, achterover de leuning waar spraak samenkomt. Dank u. Mijn naam is Ingeborg Haalboom. Ik ben geboren en getogen in Hulst. Na mijn middelbare schooltijd ben ik in Breda sociaal-pedagogische hulpverlening gaan studeren. Ik wil allereerst vertellen hoe mijn voorliefde voor poëzie ontstaan is. Op 10 na 11-jarige leeftijd schreef ik voor het eerst een aantal gedichtjes. Daarnaast hield ik al wat jaren een dagboek bij. Op mijn middelbare school, het Jansenius in Hulst, was er wel wat aandacht voor poëzie. We kregen tijdens de Nederlandse les gratis bultboeken mee naar huis. En daarin stonden ook altijd wat gedichten. Er was één gedicht wat mijn belangstelling had. Het is een gedicht van Judith Herzberg en het heet Liedje. Ik wil het hier graag voordragen. Liedje. Lieg alsjeblieft niet tegen me. Niet over iets groots, niet over iets anders. Liever hoor ik het vernietigste
dan dat je liegt, want dat is nog vernietigender. Lieg niet over liefde. Iets dat je voelt of iets dat je zou willen voelen. Liever word ik bedroefd dan dat je liegt, want dat is nog bedroevender. Lieg niet tegen me over gevaar, want ik voel toch je angst. En wat ik gewaar word, is waar. Of ik ken je niet, en dat is nog gevaarlijker. Lieg niet tegen me over ziekte. Liever kijk ik de diepte in, dan dat ik mij verlies in een van jouw lieve verzinsels, want daarmee verlies ik me dieper. Lieg niet tegen me over sterven, want zolang we er nog zijn, vind ik dat toegangsloze niet mededelen wat je denkt, erger en zoveel doder. En dan wil ik afsluiten met een klein gedicht van mezelf, wat voor mij thuis is. En het heet Zielszicht. Het oneindig tij met zijn diepe rimpels slaat groeven in het zand. De deining drijft me af van de dagen, vervoert me. Ik ben hier volkomen. Dank jullie wel. Ik zat te denken aan thuis. Ik denk, wat is thuis? Dat is veilig. Dat is hoe je je als kind voelt. En daar gaat dit gedicht over. Klotsbuik. Op vrijdag mag ik chips. Mijn lievelingschips en thee. Film kijken en laat opblijven. En als ik dan naar bed moet, peuter ik zachte chips uit mijn kiezen. Kan ik nog wat nagenieten? Ga ik met een warm gevoel en een klotsbuik van de thee de trap op. Tanden poetsen, pyjama aan. En dan, na een liedje en een kus, klotst mijn buik nog even. En kijk ik naar mijn blauwe lapjes steken. Het landschap van het noorden van Friesland, waar ik vandaan kom. Dat lijkt ook wel een beetje op het landschap hier. Het is niet per definitie mijn keuze geweest altijd om hier te blijven. Maar nu ik hier toch ben, vind ik het wel fijn. Vandaar dit gedicht eigenlijk. Wat hier blijft. Ik ben van Terneuzen weg geweest. Heb andere plaatsen ontmoet. Maar het E aan het eind van elke zin veroverde tegen heimwee in mijn glimlach. Narcissen in de lente bij de kerk van Saamslag. Oude kronkeldijken. Het uitzicht aan de N290. Ze blijven hier. Net als ik. Jullie zijn een leuk publiek vandaag. Nou, ik vind het best wel afwisselend. Ik bedoel, het is ook leuk dat er en vrouwen meedoen en ook een heer. En misschien nog wel een heer in de tweede aflevering van deze middag. Ja, ik vind het altijd verrassend. Bent u pas lid van de Dichtersgilde? Ja, dat klopt. Ik ben gevraagd vorig jaar, omdat er een vacature was. Ik ben gevraagd om deel te nemen. Leest u wel eens een gedicht? Ja, ik schrijf ze ook. Ja. Dus als ik het goed heb, volgend jaar lid van het Dichtersgilde? Liefst wel. Leest u wel eens gedichten? Moest je ze van vroeger maar buiten leren? Ja. En ik vond het ook mooi dat er met Judith Herzberg begonnen was. En van de tweede dichteres herkende ik een gedicht van Sta even stil, van Kerkhoorn. Dat heb ik zelf wel eens bij een afscheid van iemand voorgedragen. Op een middag zoals deze vroeg er iemand aan mij, waarom ben je dit gaan doen, dat schrijven? En daar moest ik toch wel even over nadenken. Heeft het iets van doen met het feit dat je graag met dingen van jezelf naar buiten wilt komen? Nou, niet echt, want bij ieder optreden, hoe leuk het ook is om mensen te ontmoeten, heb ik ook altijd hevige twijfels. Anderen vroegen, doe je dit om iets vast te leggen voor later? Ik denk dat alleen grote schrijvers bezig zijn met de eeuwigheid. Daar hoor ik niet bij, dus daar heb ik geen last van. Om heel eerlijk te zijn, is het eigenlijk gewoon omdat ik er plezier in heb. Ik ben na een studie Engels in Amsterdam teruggekomen naar Terneuzen om les te gaan geven hier op het oude PH. Dat was een beetje een beruchte school.
Waar ik me zo thuis voelde dat ik er nooit meer weggegaan ben. Het was een beruchte school omdat het een plaats was waar leerlingen een stem hadden en die ook gebruikten. Heb ik voorbeelden waardoor ik geïnspireerd werd? Ja, veel te veel. Die kan ik allemaal niet laten horen. Ik zal me beperken tot twee hele korte fragmenten. En het gaat vooral om de beelden die er gemaakt worden. Het eerste komt van een vrouw die ik bewonder. Ze komt uit Zuid-Afrika. Ze heet Angie Krog. Ze is regelmatig in Nederland geweest. Ze schrijft vreselijk mooie gedichten. En ik wil graag twee regels voorlezen, maar dan wel in haar eigen taal. Die twee regels, die zien er zo uit. Laat mij nog eenmaal door de heining van jouw oor breek, zodat ik kan zien of het voor mij is dat jij wit jasmijnen kweek. Dames en heren, toen ik dit gelezen had, keek ik met heel andere ogen naar de witte jasmijn die achter in mijn tuin stond. Ik ben het nooit vergeten. Het tweede komt uit Nederland. Jeroen van Merwijk is vorig jaar overleden. Hij schreef prachtige liederen. Wanneer ik ergens iets vertel over poëzie, dan gebruik ik vaak een fragment van hem om te laten zien wat je met één regel taal kunt doen, in plaats van die honderden foto's op je mobieltje. Hij schreef dit. Ik draag geen foto van je met me mee. Daar durf ik openlijk voor uit te komen. Wat mannen met zo'n foto doen, geen idee. Ik hoef je niet te zien. Ik kan je dromen. Ik wil jullie ook iets van mezelf laten horen en ik begin met een heel kort portretje over een prille liefde. Beschermend, gelegd om je hoofd, de dageraad werend, het alles verterend verlangen gedoofd. Van woorden verstoken, de stilte een kleed, dat lust tot behagen voor nu doet vervagen. Je praat niet, maar weet. Je ogen geopend, weerkaatsen het licht. En voor ze zich sluiten, zie ik in hun ruiten een glimp op van buiten, mijn eigen gezicht. Dank u, dank u. Aukje heeft al gezegd dat jullie een dankbaar publiek zijn. Ik sluit me daarbij aan. Ivo de Wijs, niet de minste, schreef over hem een regel uit een ollebolleke. Ollebolleke betekent schrijven in driekwartsmaat. Die reger luidt, en daarmee schiep Ivo de Wijs een nieuw zeslettergrepig woord in de Nederlandse taal. Die regel luidt: ik ben verzot op die Knipmeijer dichtfabriek. Nou, als Ivo de Wijs dat van je zegt, dan ben je een hele grote. Dames en heren, Peter Knipmeijer. Ja, gedichtendag, het thema thuis, dat is letterlijk waar het voor mij begon. Mijn moeder was een wandelende jukebox van alle gedichten uit het beste boek voor de jeugd, wat zij in haar jeugd verslonden heeft. En ze vond het ontzettend leuk om, als mensen daarom vroegen, en ook als mensen daar niet om vroegen trouwens, op feest en partij voor te dragen. Dus ik heb het echt met de paplepel ingegoten gekregen. Ik maak op deze gelegenheid gebruik om even een gedicht van Ingmar Heitse te doen. Enige feiten over vallen. Eskimo's hebben 7 woorden voor sneeuw. Sneeuw heeft 2 woorden voor Eskimo's. Kangoeroes hebben geen woorden. Ze wonen ondersteboven. Toch valt er nooit iets uit hun buidel. Babykangoeroes zijn zachte roze sneeuwvlokken die niet willen vallen. Vogels vallen naar het zuiden als het dan warmer is. Virussen trekken naar je ruggenmerg om af te wachten. Met afwachten sloop je een tegenstander. Molken hebben geen tegenstanders, ze kweken heermoes. Heermoes helpt tegen aanbijen, maar niet tegen virussen. Sommige molken wachten af, andere vallen naar het zuiden. Hoe verder ze komen, hoe vaker sneeuw omhoog valt. Eskimo's noemen dat babykangoeroes die vogel willen zijn. Serieus eindigen? Sporen. Misschien is dit de laatste keer dat ik hier sta. Een tuin, een straat, een huis waar nog een naam op staat, maar verder alles leeggehaald.
Hier reden zwarte auto's langs en daarvoor ambulances. Ik zag er coniferen branden op nieuwjaarsnacht. Toen ik veel te jong, goedkope vieux, sigaren in mijn linkerhand. Ik vond dat leuk, totdat het met mijn keel en neus uitkwam. Er woonden meisjes aan de overkant. Hun moeder had een bruik en was een officiersmatras, zei iedereen. En ik had geen idee wie of wat dat was, dus ik schrok mee. De oude vrouw ernaast was jaren in de war. Haar man was sommelier en zei dat ze geld gewonnen had. Zette niet bestaande winst in bij de paardenrennen. Misschien is dit de laatste keer dat ik hier sta. Een stoep, de straat waar ik pas laat met losse handen leerde fietsen. Er staan geen zwarte coniferen. Er wordt niet vaak gezwaaid uit open ramen. Er wordt alleen nog binnen het huis gegokt. Ik ken hier niemand meer. Dank jullie wel. Zeer tevreden. Terneuzen is een dankbare stad voor de poëzie. En het publiek vanmiddag was geweldig.